Goedemiddag Frank. Goedemiddag. Wat voor opleiding is dit? Opleiding niveau 3, instroom. En dit zijn de eerstejaars studenten, een bolopleiding. Dat betekent dat ze dus 2 dagen in de week stage lopen en bij ons 3 dagen in de week op school aanwezig zijn. En zij maken nu allerlei lekkere gerechten voor onze potentiële studenten voor volgend jaar. Is dit de Kasperafdeling? Nee, de Kasperkersacademie is de locatie hiernaast. Ja, ja. Deze kunnen doorstromen naar de Kasperkersacademie. Ze gaan eerst dan hier een jaar of niveau 3 bol doen. Of ze maken heel niveau 3 af als eindexamenopdracht. En stromen dan door naar niveau 4 Kasperkersacademie. Maar dat is een keuze, is geen verplichting. Kasperkersacademie, een academie in opleiding voor een topopleiding voor studenten die met name in het hoger segment op een hoog niveau de horeca willen uitoefenen. Dus dat is voor koks en voor gastheren, gastvrouwen. De koksopleiding draait al een aantal jaren. Er zijn 3 vestigingen in Nederland, waar dus 1 in Almelo. Dus Almelo heeft een eigen Kasperkersacademie. Daarbij worden studenten opgeleid in de keuken tot topkok in spe. Dat betekent dat ze 4 dagen werken in prachtige bedrijven in de regio, maar ook in het land. Hè. Dus sommige studenten zitten ook wat verder weg. Amsterdam, Maasbracht. Er zijn heel veel plekken in Nederland waar prachtige zaken zijn. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ze als topkok ooit hun eigen zaak gaan beginnen. Of in een prachtige zaak als chef aan het werk gaan. Sinds een jaar of drie, hebben we de gastronoom sommelieropleiding. We wilden namelijk ook het vak bediening graag positioneren. Daar was ook vraag naar vanuit de markt. Hè. Dat zijn prachtige gastenopleidingen. Die hebben we hier op school ook, hè, op niveau 1, 2 en 3. Waarbij we nu ook een niveau 4 opleiding aanbieden. Waarbij specialisme is wijn, wijnspijs, wijn, dranken. En dat is het onderdeel waar we ons op richten binnen de gastronoom sommelieropleiding. Studenten werken, net als de koks, 4 dagen in de week in een prachtige bedrijf hier in de regio. Op redelijk hoog niveau. De dinsdag komen ze, net als de koks, naar school. Waarbij ze theoretische vakken volgen. Hè, de talenvakken, economische vakken. En daarnaast krijgen ze prachtige gastcolleges van professionals uit het bedrijf. Uit de regio, maar ook uit het land. Die komen ze wat bijbrengen uit praktische dingen uit de huidige praktijk. Daarnaast hebben ze allebei die dag een diner. Dus we draaien hier in de Kasperkersacademie in Almelo draaien we een diner. En die is toegankelijk voor mensen uit de regio. Dus u kunt gewoon komen eten op de Kasperkersacademie. Op maandag en dinsdagavond. We draaien vanaf 6 uur diner. En dus de jongelui die overdag hun theorie en soms deels praktische lessen hebben, die draaien dan gezamenlijk een diner. Dus s'avonds wordt u totaal in de watten gelegd, zowel door de koks als door de gastronoom sommelieropleiding. En dus op een hoog niveau, op een redelijk hoog niveau. Dat betekent dat de jongelui dus werken bij soms Michelinsterrenbedrijven, soms 2, soms 3 sterren. Maar ook een prachtig bedrijf die met name ambachtelijke, vanuit het ambachtelijke visie koken of serveren. En die studenten die draaien hier dan ook. Dus ja, Kasperkersacademie. Geweldig verhaal. Ja, prachtig verhaal. Ja, het is ook echt een prachtige opleiding. We draaien nogmaals koks- en gastheeropleidingen, gastheer-gastvrouwopleidingen. Die leiden we ook op tot een mooi beroep. Hè. Dat is gastheer-gastvrouw en als kok. En ze hebben ook de mogelijkheid om na hun opleiding hier, om ook eventueel tot de Kasperkersacademie nog een extra opleiding, een surplus zeg maar, te doen. Dat kan een jaar soms, dat kan soms 2 jaar zijn. Dus ze kunnen dat nog uitbouwen tot de Kasperkersacademie. Ja, dat is de bedoeling. Als ik hier kom eten, krijg ik dan ook een topwijntje? Wijnen. We verbieden de studenten om wijntje te zeggen, want dat klinkt een beetje denigrerend. Nee, de bedoeling is dat de gastronoom sommelier studenten het menu bekijken, recepturen bekijken, hoe is een menu opgebouwd, wat zijn de kooktechnieken. En zij dienen van tevoren goed na te denken over oké, welke drank hoort hierbij. Dat kan een wijn zijn, dat kan een sherry zijn, dat kan een mousserende wijn zijn. Dus ze gaan goed nadenken over wat past nou precies bij dat menu. En dat doen we juist met die gastronoom sommelier opleiding. En als ik nou een andere wijn wil? Dan kan dat uiteraard. Als u zegt van deze wijn, stel dat de student heeft gekozen voor een houtgelagerde Chardonnay. Maar Chardonnay is niet uw type wijn bijvoorbeeld. Hè, dan is het de uitdaging aan de student. Dat is juist een hele. Vaak wordt dat als een lastige gast gezien. Ik vind het juist een uitdaging om dan met de student te zoeken naar wat anders. Wat is uw smaak dan? Houdt u van wat frissere wijn? Wat hoger in zuren? Dan is het de kunst om te kijken of die gastronoom sommelier student al zo ver is om van het standaard pakket wat we hadden bedacht qua wijnarrangement, om daarvan af te wijken. Dus dat is de kunst.
Ja, dat is de kunst dan. Ja, en daarvoor hebben we ze hier 3 jaar in de opleiding. En dat geldt voor de keuken, dat geldt voor de bediening. Zijn er altijd uitdagingen. Hè? Als we een bepaald menu hebben waar vrij veel vis in zit. En de gast zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet van het vis. Of iemand zegt, goh, ik eet vegetarisch. Nou, dan zijn dat uitdagingen. En in principe moet het zo zijn dat een student derdejaars, hè, dus bijna aan het eind van zijn opleiding. Nou, dan moet het appeltje eitje zijn. Die moet dan zo andere dingen kunnen pakken. En die moet daar zijn weg in zien te vinden. En uiteraard zijn daar docenten. Hè, zoals mijn collega Mark Meulenbelt en ik en Frank Steren. En er zijn er heel veel collega's die dan bij kunnen springen en die de kennis hebben om daar met de student alsnog een oplossing voor te zoeken. Ja. Ik hou van vis en van rode wijn. Er zijn best combinaties denkbaar waarbij je een hele mooie licht gekoelde rode wijn zou kunnen serveren bij een mooi visgerecht. Ik kan me voorstellen dat je een mooi stukje wat stevige witvis, hè, bijvoorbeeld een mooi stukje zeeduivel, als je die mooi langzaam zou pocheren met wat vocht met rode wijn, dan zou daar een hele mooie licht gekoelde rode wijn prima bij passen. Dus dat zijn allemaal uitdagingen. Ja. Dus niet ondenkbaar, nee. Nee. Dat snappen ze niet helemaal. Dat klopt. Nou, dan zou ik zeggen, wees welkom bij de Kaspijkers Academie. Laten we het u ervaren dat het absoluut mogelijk is. En zo geldt witte wijn bij mooie vissoorten of mooie gevogelte stukken. Ja, die zijn prachtig. Dat is een prachtige combinatie denkbaar. Ja. Dus we moeten daar en ook een beetje onze gasten een beetje meenemen in ons verhaal. Hè. Net als kaas. We hebben een prachtige kaaskelder, een wijnkelder waar we kaas serveren aan het eind van de avond. En dus de gast kan een extra gang bestellen waarbij we de gast meenemen naar de wijnkelder. En dan gaat de student dus diverse kaas afsnijden. Gedachtegoed is dat port de beste combinatie is voorbij kaas. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hè. Er zijn prachtige dranken zoals bijvoorbeeld sherry, mousserende wijnen. Maar hele mooie, fraaie witte wijnen, frisse chardonnay die veel beter passen bij kazen. En dan moet je gasten even meenemen in dat verhaal. Ja, een mooi dessert en prachtig. U heeft de kennis al een beetje, hoor ik. Maar dus je moet de gasten een beetje meenemen in dat verhaal. En dus ik zei vanmiddag nog tegen een student die moet voor volgende week een diner voorbereiden. Ik zei, pak 3 glaasjes en doe daar een glaasje port in. Een glaasje, een mooie muscat bijvoorbeeld, dus een zoete. Maar ook misschien wel een lichte chardonnay of een mousserende wijn. En laat de gast zelf eens ervaren. Die zal bij die port beginnen, want dat is in zijn hoofd misschien wel het beste voor bij kaas. Maar die zal misschien daarna, en dat hebben we vaak ervaren, dat gast zegt van, oh, eigenlijk god, die chardonnay die past eigenlijk veel beter bij het totale kaasplateau wat u mij heeft gegeven. Of kaasassortiment. Ja, prachtige opleiding. Ik kom een keer langs. Ja, heel graag. Welkom.